je kan gewoon je boodschappen niet doen. Nee. Nou, je lacht, nee. Maar het is natuurlijk heel heftig. Nee, en zeker in deze tijd met de huizencrisis in Amsterdam. Het is echt een verschrikking eigenlijk wat dat betreft. Stages zijn essentieel om je voor te bereiden op je toekomstige carrière. Het verkennen van de werking van de potentiële toekomstige werkgever en jezelf storten op boeiende opdrachten klinkt als een veelbelovend vooruitzicht. Maar de lijn tussen een inspirerende stage en een verkapte arbeidsplek waar niets betaald wordt, is flinterdun. Hoe kun je voorkomen dat je wordt uitgebuit tijdens je stage en waar ligt de regulering hiervoor? Vandaag zitten we hier met de politiek, ervaringsdeskundigen en betrokken partijen aan tafel. Ik heb hier links van mij Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young & United. En Asmeer Barel, ervaringsdeskundige op het gebied van stage lopen. Welkom beiden. En misschien ook al een klein applaus, toch? Dankjewel. Dankjewel. Yasmin, ik begin eigenlijk eerst bij jou. Mm-hmm. Jullie hebben net onderzoek gedaan naar stagiaires en hoe die zich voelen op hun stageplekken. Zou je mij hier meer over kunnen vertellen? Zeker. We hebben onderzoek gedaan onder stagiaires. Best wel een grote doelgroep van mbo, hbo tot aan wo-stagiaires. Dat waren iets meer dan 1300 stagiaires die daarop hebben gereageerd. En de reden dat we dat hebben gedaan is omdat we best wel regelmatig verhalen binnenkregen van stagiaires. Maar dat we zagen dat het ontbrak aan echt een onderzoek dat in kaart brengt hoe stagiaires dan zelf kijken naar stageuitbuiting. Wat ze zelf misschien een eerlijke vergoeding vinden. Of in hoeverre ze bijvoorbeeld hun bijbaan moeten opzeggen om stage te kunnen lopen. Mm-hmm. Dus dat hebben we geprobeerd te achterhalen. Oké. En ik wil zo even meer weten over dat onderzoek. Maar ik ben ook nog even benieuwd, waarom denk je dat er eigenlijk zo weinig onderzoek naar gedaan wordt? Ik denk omdat het best wel een moeilijk iets is om te onderzoeken. Omdat elke stagiair heeft een hele andere situatie. We gaan het zo meteen misschien hebben over wat is dan een eerlijke vergoeding. Nou, ik kan nu al zeggen, dat is best moeilijk om te bepalen. Mm-hmm. Omdat het ook afhankelijk is van de opleiding die je doet, het leerjaar waar je in zit, het aantal dagen dat je stage loopt. Dus dat maakt dat het best wel moeilijk is om in kaart te brengen. Ja, en jullie hebben dus, inderdaad gaan we het in het tweede gesprek ook over hebben, maar jullie hebben dus 1300 meldingen of in ieder geval ervaringen gehad. Wat zijn dingen die voor jou echt naar voren sprongen? Nou, best wel veel. Ik moet heel eerlijk zeggen, aan de ene kant schrik je dan van bepaalde resultaten, maar goed, aan de andere kant ook weer niet. Want je hoort van welke resultaten bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ik heb hier een aantal cijfers voor me liggen. Bijna 3/4 die zegt dat ze zich in de schulden moeten steken om stage te kunnen lopen. Terwijl het voor bijna alle stagiaires verplicht is om stage te lopen om je diploma te kunnen halen. Mm-hmm. En we zien ook dat een heel groot deel, meer dan de helft, die ontvangt geen stagevergoeding. En meer dan de helft zegt ook nog dat ze niet eens een onkostenvergoeding krijgen. Maar daar staat dan ook nog tegenover dat meer dan de helft ook zegt dat ze hun bijbaan helemaal of deels moeten opzeggen om stage te kunnen lopen. Dus dat is natuurlijk heel erg krom. Ja, dus even voor mij, je werkt dan en 40 uur stage. En eigenlijk heb je dan een bijbaan erbij nodig om rond te kunnen komen. Maar vaak kun je dat niet omdat je al 40 uur in de week stage loopt. Ja, precies. En niet iedereen loopt natuurlijk fulltime stage. Maar zeker als je gewoon 4 of 5 dagen stage moet lopen, ben je vaak echt kapot aan het eind van de dag. En als je dan ook nog een bijbaan ernaast moet hebben, ja, dat is gewoon niet te doen. Nee. En wat zijn bijvoorbeeld ongeveer de vergoedingen waar mensen het over hadden die ze kregen? Meer dan de helft die zegt dus dat ze helemaal niks krijgen. En een heel groot deel die zegt dan dat ze wel iets krijgen. Maar voor het allergrootste deel zit dat onder de €300 per maand. €300. Is een vergoeding geven eigenlijk verplicht? Nee. Wettelijk niet. Hoezo zeg je wettelijk? Zijn er ook? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld wel, er is een stagepact. De wethouder van Amsterdam die is hier. Die zal het misschien hebben over het stagepact van Amsterdam. Dus er zijn wel afspraken en convenanten. Maar wettelijk is een stagevergoeding niet verplicht. En je van FNV vindt dat het wel moet? Ja, wat ons betreft, en dat is natuurlijk een beetje het probleem. We zitten als vakbond natuurlijk aan tafels. Het gaat om cao's. En daarin lukt het ons ook steeds vaker om bijvoorbeeld stages, of in elk geval iets over stages of stagevergoedingen op te nemen in cao's. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk bij elke onderhandeling dat gevecht moet voeren voor een eerlijke stagevergoeding. Dus wat ons betreft is daar de politiek ook echt aan zet om stagevergoedingen te gaan verplichten. Oké, nou daar wil ik later even op ingaan. Ik wil ook natuurlijk naar jou, want jij bent ook iemand waar we het heel veel over hebben. Ja. Een stagiair. Ik ben ook benieuwd, hoe heb jij tot nu toe naar Yasmin geluisterd? Ja, zeker. Ik vond het heel interessant. Zijn eigenlijk al een aantal punten zijn er benoemd. Ten eerste, als stagiaire word je niet echt,
je weet niet per se wat je rechten zijn. En de norm is eigenlijk al vrij snel bepaald. Op het moment dat je een klas instapt, maar ook op zoek gaat naar stageplaatsen. Het is best wel de norm dat je eigenlijk niet of heel slecht betaald wordt. Ja. En je wordt ook niet echt op je rechten gewezen of de punten waar je op moet letten. Op het moment dat ik een stage aanneem, waar moet ik dan op letten? Als dit gebeurt, is dat dan oké of niet? Dus dan laat je inderdaad het melden afhangen van de stagiaires. Wat sowieso al, waar al iets voor te zeggen valt, hè? Is dat een manier om achter dingen te komen? Of moet je zelf van buitenaf eerder ingrijpen? Ja, dus is meer een leerervaring op dat moment? Of leg je dan weer heel veel verantwoordelijkheid bij een stagiair neer? Dat heel erg. Ja. En je weet ook niet, als het voelt als de norm, dan ga je ook niet melden. Want je wilt ook gewoon graag je best doen en een stage hebben. Mm-hmm. Dat zijn allemaal factoren die heel erg meespelen. Ja. ga ik even terugdenken. We hadden het natuurlijk ook over dat het niet wettelijk verplicht is. Op het moment dat er geen kaders gesteld worden, dan kunnen we ook. Dan laat je het gewoon afhangen van hele precaire situaties. Bijvoorbeeld in de cruciale beroepen zie je dat er hele grote tekorten zijn. Daar heb ik ook mee stage in gelopen in de kinderopvang. Ja, want even over jou. We gaan het wat persoonlijker eerst maken. Eerst terug. Jij hebt 2 jaar lang stage gelopen in de kinderopvang. Ja. En nu studeer je social work, waar je jaarlijks stage moet lopen. Ja. Nou, kun jij me misschien meenemen naar een van die stages? Ja, zeker. Dan gaan we bij het begin beginnen. Ik ben best wel een tijdje zoekende geweest. En ik natuurlijk niet alleen. Het is best wel moeilijk om erachter te komen wat je wilt doen. Daar zijn stages voor, zeggen ze. Daar zijn stages voor. Dus uiteindelijk na heel veel zoeken, jarenlang van alles proberen, heb ik besloten om stage te gaan lopen in de kinderopvang. En een opleiding pedagogiek mbo 4 te volgen. Daar heb ik 2 jaar lang stage voor gelopen. Alleen wat je dan heel erg merkt, en het loon is gewoon heel erg karig. Ik heb zelf een beroepspraktijk stage gedaan. Dus ik liep 3 dagen in de week stage, 1 dag per week had ik school. En het loon, bedoel je de stagevergoeding was heel laag? Of het loon dat de mensen in dat beroep hebben is heel laag? Nee, wat ik kreeg was heel laag als stagiaire. Wil je het over bedragen hebben of liever niet? Nou, ik denk dat ik met 3 dagen in de week, je bent 9 uur per dag op de kinderopvang. Kreeg ik volgens de CAO volgens mij €1000 per maand of zo. En dan moet ik studeren daarnaast en ik moet mijn huur betalen. En ik had in die tijd heel erg geluk dat ik een partner had die af en toe kon bijspringen. Mm-hmm. Maar ik heb ook in mijn klas heel veel mensen eigenlijk zien stoppen met het lopen van een stage. Omdat zij gewoon geen vangnet hadden en niet de rekening konden betalen. Dus zij hebben gewoon die opleiding niet afgemaakt. Daar moesten zij mee stoppen. Dat is best heftig als je ook nog zoekende bent en niet zeker weet of dit een beroep is dat je voor altijd wil doen, toch? Ja, het is best wel heftig, want je maakt een hele ingrijpende keuze. Je gooit eigenlijk je hele leven om, hè? En dan loop je een. Dan wil je dus je best doen, hè? Je vindt het misschien ook nog eens leuk. Het zou geweldig zijn. En dan kom je er dus achter dat je gewoon. Nou, soms in sommige gevallen geen eten aan je kinderen kan geven. En dat je gewoon moet stoppen. Of dat je. Je kan gewoon je boodschappen niet doen. Nee. Nou, je lacht, nee. Maar het is natuurlijk heel heftig. Nee, en zeker in deze tijd met de huizencrisis in Amsterdam. Het is echt een verschrikking eigenlijk wat dat betreft. Dus het tast heel veel recht aan. Het recht op onderwijs en het recht op wonen eigenlijk. Ja. Nee, dus het was eigenlijk wel een hele pittige tijd. En het was ook. Wat ik al zei, ik liep stage in een cruciaal beroep waar heel veel tekorten zijn. Hè. Dat zie je eigenlijk in bijna alle cruciale beroepen, zie je grote tekorten. En dus ook bij de kinderopvang. En dus dat heeft ook heel veel effect op de begeleiding die je krijgt. Mm-hmm. Die er eigenlijk niet is en de manier waarop je wordt ingezet. Dit is wel iets wat we vaker horen. Hè? Dus je zou denken dat eigenlijk omdat de arbeidsmarkt zo krap is, dat juist stagiaires heel erg gewild zijn op bepaalde plekken en dat ze misschien daardoor ook extra goed behandeld worden. Mm-mm. Maar je ziet eigenlijk eerder het tegenovergestelde gebeuren, dat stagiaires vooral in het onderwijs en de zorg, ook een beetje in de media, horen we ook vaak veel misstanden van stagemisbruik. Mm-hmm. Dat stagiaires daar juist heel veel verantwoordelijkheden krijgen. Mm-hmm.
omdat er geen andere mensen zijn om het op te vangen. En zeker als je wat verder bent in je opleiding. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs, dat mensen gewoon zelfstandig voor de klas worden gezet. Ja. Terwijl ze in hun derde jaar van hun van de PABO of van hun opleiding als onderwijsassistent zitten. Mm-hmm. Of als je in de zorg werkt, dat je achter bepaalde apparaten komt te staan, maar die je eigenlijk helemaal niet zelfstandig als stagiair zou moeten kunnen bedienen. Dus ja, dat is wel een herkenbaar verhaal wel wat je vertelt. Kun je graag voorstellen aan de volgende gast, dat is Talita Stam. Welkom, projectleider Onderwijsraad. Kom lekker zitten. Claire Paul, stagecoördinator MMT-lid van Sportmanagement HVA. En Soufiane Mbarki, wethouder gemeente Amsterdam PvdA. Zoals we zeiden, we hebben best wel met wat stagiaires gesproken. En we hebben die nu ervaringen nu geanonimiseerd en opgenomen. En het leek me goed om daar even met z'n allen naar te luisteren. Dus dat gaan we ook doen. De groep studenten die hier stage loopt, komt van zowel het mbo als het hbo. En ondanks dat we hetzelfde werk doen, krijgen de hbo-stagiairs €100 meer per maand betaald dan ik. Ik werd niet betaald, maar blijkbaar hing er zoveel van mijn functioneren af dat ik een belemmering kon zijn voor het onderzoek. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om halverwege de stageperiode te stoppen. Ik wilde de studie niet meer afmaken. Ik zag het gewoon niet meer zitten om een vergelijkbare stage opnieuw te doen. Laat staan om aan de tweede verplichte stage van een studie te beginnen. Soms moet ik zelfs boodschappen doen, zoals bier halen voor de borrel. Mijn dagelijkse taak is video's bewerken, iets waar ik al aardig goed in ben. Maar begeleiding krijg ik nauwelijks. Er is weinig ruimte om te experimenteren of te oefenen. En alleen de populaire stagiairs mogen mee op pad, bijvoorbeeld om op locatie te filmen. Waar is dat hoofddoekie? Die moet er ook in, hoor ik op een dag vanaf de andere kant van kantoor. Nu mag ik wel ineens mee om te filmen. Het is ook geen verrassing als later een opdrachtgever mij in een video wil, omdat ik de perfecte mix tussen zwart en wit ben. Dat mijn begeleiders daar niets van zeggen, dat snap ik echt niet. Maar ik hou hem ook maar stil. Tja, hoe hebben jullie naar geluisterd? Heftig, maar ook herkenbaar, helaas. Ja. Ik wilde allereerst nog even Esmee ontzettend bedanken voor haar gesprek. En heel dapper dat ze hier zichtbaar aan tafel zat. En want dit soort gesprekken hebben wij ook bij de Onderwijsraad veel gevoerd. Dus helaas herkenbaar, maar heel heftig om te horen. Ja, ik sluit me daarbij aan. Het zijn geen nieuwe verhalen, je hoort ze heel vaak. Ik heb een onderwijsachtergrond. Ik ben ooit begonnen als docent op het mbo. Dus voor mij was dit onderwerp ook niet iets wat ik niet kende. Ik zag het toen van de andere kant. En daarin zie je soms ook dat studenten toch kiezen om te gaan. Ja, ze denken toch, ik heb een einddoel. Het is namelijk mijn diploma halen. Dus ik ga dit gewoon even doorzetten. Maar ja, als je dat allemaal als individu besluit, op lange termijn zie je dat er geen oplossing is voor het collectief. We hebben mbo'ers, in dit geval gaat het om het mbo, hard nodig. En tegelijkertijd zie je dat ze ook een stageplek echt is onderdeel van je opleiding. Het is geen keuze. Nee. En als je dan en de begeleiding die nodig is niet krijgt en geen stagevergoeding. En nou ja, in dit voorbeeld is er gewoon sprake van discriminatie, ook dat nog. Ja, dan komen wel heel veel dingen bij elkaar die niet echt veilig zijn in een, want het is toch gewoon een onderwijssituatie, namelijk een stageplek. Ja, dan hebben we daar wel verantwoordelijkheid in met z'n allen. Maar ik denk wat ook belangrijk is, dat je als gemeente het goede voorbeeld geeft. Dus wij hebben als gemeente ook besloten om de stagevergoeding gelijk te trekken voor alle onderwijssectoren die we hebben. Dus bij de gemeente maakt het niet uit of je een mbo'er bent, een hbo'er of een wo'er. Je krijgt een stagevergoeding op basis van je leeftijd. Okay. En daarmee maken we dus ook geen onderscheid. Dus we kijken naar je leeftijd en dat begint bij een bedrag van ongeveer €200 als je 14 bent. En het gaat naar een bedrag van boven de €1000 als je 24 bent. Maar ik vind het wel belangrijk om daarbij toe te voegen. Het gaat dus ook om begeleiding. Want alleen een vergoeding, daarmee dek je maar één aspect af. Die begeleiding is net zo belangrijk en die algehele veiligheid. Maar begeleiding moet dan ook vergoed worden? Dat snap ik even niet. Nee, die begeleiding is ook cruciaal. Dus vaak denken we, ik heb een stageplek, ik heb een vergoeding, dan komt het wel goed. Ja. Maar ook als je daar 6 maanden zit en je krijgt aan het eind van de maand iets op je bankrekening gestopt, maar je wordt niet goed begeleid. Uiteindelijk is het gewoon onderwijs. En je mag ook fouten maken. Dus ik vind ook daarin heel belangrijk. Het is een stage, omdat je niet eindverantwoordelijk bent voor het eindproduct. Ja. Dus ook als je in de journalistiek zit of bij aanvang moeten we ervan uitgaan, je bent stagiair, dus je gaat fouten maken. Ja. Dus je moet eromheen van alles organiseren, waardoor je niet verantwoordelijk bent voor die fout. Tenminste, zeker nog, je moet leren van zulke fouten. Je moet ze ook gaan maken. Nou, en daar volgens mij is dat nu iets waar we ook met het onderwijs en met de bedrijven mee bezig zijn. En ik ben ook heel blij dat we het gewoon heel concreet hebben kunnen maken. Ik moet er ook heel erg bij zijn, het ging niet vanzelf, hè?
In het begin zag je dat bedrijven wilden. Ja. Zodra je het hebt over de stagevergoeding, toen werd het een beetje ongemakkelijk. Oké, omdat ze dat gewoon niet wilden betalen dan? Ja, en toch ook ruimte zoeken. En op een gegeven moment hebben we gezegd, maar wij doen dit als gemeente. Zijn jullie bereid om hierin mee te doen? En dan zie je dat als zodra de grote bedrijven zeggen, wij doen mee, dan volgen vaak ook je hebt vaak 2-3 nodig en dan volgen de rest ook. Maar je beantwoordt ook meteen Esmee's vraag eigenlijk van Amsterdam heeft eigenlijk al een voorbeeldfunctie hierin. Die kunnen ze hierin nemen, toch? Maar ik ben er ook heel trots op dat we het kunnen doen. Maar het heeft ook wel te maken dat we best een verantwoordelijke stad zijn. We hebben heel veel mbo-studenten. Ja. Ook heel veel bedrijven. Die ook heel veel bedrijven. Dus mbo-studenten. Ja, en ik moet er ook wel bij zeggen, ik heb het ook benaderd vanuit 2 van mijn portefeuilleonderdelen. Ik ben en wethouder mbo en economische zaken. Ja. Dus ik zeg ook tegen al die bedrijven, het is geen vrijwilligerswerk wat je nu aan het doen bent. Het is ook geen dat je een goede daad doet. Dit doe je ook voor jezelf. Ja, je investeert in jouw toekomst. Zeker. Als wij nu niet investeren in die stagiaires, heb je over een paar jaar gewoon een probleem. En dat aspect, dat vinden bedrijven ook interessant. Dus als je ze gaat benaderen vanuit meer een sociaal perspectief, dan zie je soms ook denken, we doen al heel veel. Ja. Maar zodra je het hier ook gewoon benadert vanuit hun eigen core business, je hebt gewoon goede mensen nodig, dus je moet er ook in investeren. Ja, dan zie je dat je ook een ander soort gesprek krijgt. Ik vind het heel belangrijk wat u heeft gezegd over de begeleider. Ik ga wel schetsen 1 probleem waar we tegenaan lopen. Omdat je hebt de mooie verhalen gehoord. Hè? Wat we wel zien, wel bij sommige studenten, ze zijn erg gefocust op hun droomstage bij de grootste sportmerker ter wereld. En heel gefocust op dat geld verdienen. En minder natuurlijk op dat leeraspect, totdat ze komen in gesprek met hun coach en de begeleider en ze moeten de verwachtingen, doelstellingen bepalen, wat zijn de leerdoelen, Maar wat gebeurt is dat soms de student gaat voordat ze gaat de stagecontract van de HVA tekenen met de organisatie, gaan ze 1-op-1 met de organisatie een stagecontract tekenen, wat wankelt van alle kanten. Het is 2 partijen. Er is geen universiteit onderdeel van die contract. Dus in die contracten, soms zijn er hele wankelende dingen, zoals boetes, willekeurig beëindiging van een stage. Het is eigenlijk een nep arbeidscontract. En als stagebureau, we spenderen heel veel tijd om te vechten met de organisaties. En ik bedoel groot organisaties, hè, de grootste sportmerken ter wereld. Om te zorgen dat ze ons contract tekenen. Ons contract is 3 partijen. Student, organisatie, met de supervisor, de begeleider, moet genoemd worden. En de hogeschool. Hm. En wij beschermen natuurlijk in dat contract, wij beschermen de student als het gaat om leeraspecten, de studiepunten wat ze gaan behalen, binnen welke termijn. En ook, heel belangrijk, die verzekering. En wat we vechten het meeste op dit moment is dat sommige organisaties willen niet onze stagecontract tekenen. Mm. En dat wil ik wel voorkomen. Maar jullie geven dus individueel steeds per stageopdracht goedkeuring aan een stagebedrijf. Jullie hebben geen lijst met goedgekeurde. Nee, iedere stage vooraf moet goedgekeurd. Ja. Op basis van niet alleen de organisatie, moet ook op basis van de begeleider. Wie is het? Wie is de persoon? Maar je zegt ja. Welke ja, achtergrond? Dus. Nee, dat begrijp ik. En het project. Het project heel belangrijk. Welke leerdoelen? Dus, Waar geven we goedkeuring? Dat begrijp ik, maar je ziet bijvoorbeeld in het mbo dat er wel meer afspraken zijn met bepaalde stagebedrijven, waardoor dit soort individuele gevechten minder voorkomen. Dus dat zie je wel een heel groot verschil tussen mbo-instellingen en hoger onderwijsinstellingen. Dat hoger onderwijsinstellingen vaak individueel per stage, dus per stageopdracht, per student. En dan weer opnieuw kijken naar de organisatie. Is het in orde? Dat kost ontzettend veel tijd en energie van een onderwijsinstelling. Ja, maar ook van een organisatie, ook van een bedrijf. Die moeten ook continu opnieuw laten zien wie ze zijn, wat ze doen. Dus wij pleiten ook voor dat net als in het mbo, dat dat wat centraler geregeld wordt. En dat wat centraler afspraken gemaakt worden. Dus ook dan als er dan een probleem is met een bepaald stagebedrijf, dat dan niet steeds individueel is, maar dat daar wat meer inzicht en overzicht in komt. Ja. Als er wel problemen voorkomen, is het heel vaak op basis van de begeleiding. Nee, dat begrijp ik. Niet zozeer de organisatie. Dat begrijp ik. Het zou kunnen dat het een cultuur iets is, maar meestal als er wel
een situatie is waar een student komt naar ons toe of naar de coach. Ik wil heel graag dat je gaat hier even in gesprek met de drietjes over hoe het gaat. Ik kan alleen spreken vanuit onze ervaring. En het neemt heel veel tijd. Het is een grote investering. Maar wij zien het als waarde-investering. Maar wij zien vooral uit ons onderzoek zien we eigenlijk dat die begeleiding, dat studenten daar over het algemeen best tevreden over zijn. Hè? Dus over de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling. Daar zijn studenten vaak best blij mee. Dus als er iets is, dat is een herkenbaar verhaal. Dat studenten zoiets hebben van, ik kan best wel mijn verhaal kwijt bij mijn begeleider op de hogeschool. Maar het zit hem echt meer in dat je je vaak niet gewaardeerd voelt in het werk dat je doet op je stage. Dus zelfs ook het voorbeeld dat Talita geeft, van in je laatste paar jaar van je stages, dat je wat meer verantwoordelijkheden krijgt. Ja, dat is nog steeds onderdeel van je leren als leerwerktraject. Maar dat betekent niet dat je geen toegevoegde waarde hebt op dat bedrijf. En je voelt je gewoon serieuzer genomen op het moment dat daar ook een monetaire vergoeding tegenover staat. Dus ik ben ook heel blij om te horen dat bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, maar ik weet ook dat andere gemeentes, die zijn heel hard bezig om daar steeds meer op te doen. Ik merk wel vaak dat het is vaak een sympathieke doelgroep, hè, van stagiaires of mbo's. En daardoor wil iedereen er heel graag iets mee doen. Ook minister Dijkgraaf, die is de afgelopen jaren hard mee bezig geweest. Maar je merkt toch dat het dan vaak best moeilijk is om ook heel concreet te worden. Dus vooral als het gaat om bijvoorbeeld uitbuiting of discriminatie. Want het is best wel hardnekkig. Dus welke concrete maatregelen kan je dan treffen? Ook de hoogte van vergoedingen zijn vaak best een ingewikkeld verhaal. Dus er gebeurt veel. Ja. Maar er moet gewoon nog veel meer gebeuren en het moet vooral concreter worden. Maar laten wij dan, we zitten met best wel belangrijke mensen aan tafel, kunnen wij dan niet concreet worden? Ik bedoel, niet dat wij het probleem gaan oplossen. Ja. Wat is dan een goede stagevergoeding? Want is het dan €200 minimaal, €300 minimaal? Is dat? Ik ben wel benieuwd ik heb jullie stagepak natuurlijk even doorgelezen. En jullie pleiten eigenlijk voor een verplichte onkostenvergoeding en een verplichte vergoeding. In het landelijke stagepak staat inderdaad alleen de onkostenvergoeding, want daarin lagen eigenlijk de werkgevers die lagen dwars, die wilden niet aan een stagevergoeding beginnen. Maar hoe hoog is die bij jullie? Ik laten we beginnen bij het begin. Het zou heel mooi zijn als vanuit de FNV bij de CEO-onderhandeling daar gewoon een bedrag voor wordt afgesproken. Dat zou heel doen we ook, hè? Ja, want dan zou je gewoon binnen de branche. Want kijk, we hebben natuurlijk te maken met verschillende branches. Maar wat wij nu wel proberen te doen, bedrijven mogen zelf ook daar een keuze in maken. Wij zeggen als gemeente, dit is wat je als voorbeeld zou kunnen gebruiken. Maar als je het echt collectief zou willen regelen, zou je natuurlijk hopen dat stagevergoedingen in alle CAO's terugkomen met een bedrag. Daarmee heb je het ook een soort van wettelijk geregeld. Niet helemaal, maar dan heb je een soort van rechtbedrag. De bedragen die wij nu hanteren binnen de gemeente, als je 14 bent, is het een bedrag van ongeveer €200. Ja. En 24 en ouder. Maar het is wel belangrijk, dit is een stage. Dit is dus geen dienstbetrekking. Nee. Op het moment dat je een dienstbetrekking hebt, dan is het ook een contract tussen twee mensen. En dan valt de school daaruit weg. Voor mij is dat ook een hele mooie graadmeter. Maar als je met drie partijen iets aangaat, dan is dat een stagevergoeding. En wij hanteren nu dus een bedrag tussen €200 en €1000. Ja, dus het kan nog wel. En als het gaat om CAO's... Er zit gewoon een staffel in. Hè? Dus, dus het is niet dat je zelf keuzes maakt. Nee. €200 bij 14 jaar. Bij 15 jaar komt er een bedrag van €75 bij. Ja. En hij telt door naar €1000. Maar dat betekent dus wel, hè, ik ben 23. Op het moment dat ik bij iemand in de klas zit die 26 is. En die loopt precies dezelfde stage als ik. Dan krijgen zij dus wel meer puur omdat ze een paar jaar ouder zijn. Terwijl ik misschien wel beter werk lever. Op basis van leeftijd. Ja, ja, maar waarom dan niet op basis van leerjaar of opleiding? Ja, maar dan wordt die ingewikkeld, want dan krijgen we namelijk wat we de afgelopen jaren hadden. Dat is een eerste jaar, dus die geven we niks. Mm. Dat is een opleiding bouw, daar zit veel krapte, dus daar doen we wel iets. Dat is de opleiding creatief management. Nou, daar hebben we zoveel mensen voor, wij doen niks, ze kunnen verder kijken. En daar wil je vanaf, want het is namelijk onderdeel van je leerproces. En daar zit een stagevergoeding bij. En ik zou niet de vergoeding af willen laten hangen van je prestaties. Want ik heb net gezegd, bij een stage mag je fouten maken. Dus als je heel veel fouten maakt, dan krijg je geen stagevergoeding, want je bent er nog niet. Mm-hmm. Maar als je heel voortvarend aan de slag bent gegaan, dan krijg je wel een stage. En ik zou dat onderscheid zou ik niet voor willen pleiten. Ik denk namelijk dat het gewoon onderdeel is van je opleiding. En daar hebben we dan een vergoeding voor. En dat maakt het niet uit hoe ver je bent of pas beginnend bent. Gewoon op basis van je leeftijd. Het meest eerlijke, denk ik. Ja. Ik zou als vanuit de vakbond zou ik willen pleiten voor een vergoeding op basis van de opleiding die je doet en het leerjaar waar je in zit. En ik ben het helemaal mee eens dat je zeker niet moet gaan vergoeden op basis van prestaties. Want je bent stagiair, dus je moet kunnen leren. Maar ik denk dat het heel logisch is. Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met een campagne om het jeugdloon af te schaffen. Omdat juist heel veel jongeren het gevoel hebben van ik krijg minder
betaald dan iemand die misschien 1 of 2 jaar ouder is. Maar ik doe wel precies hetzelfde werk. Datzelfde geldt natuurlijk ook op het moment dat je stage loopt. Maar ik begrijp niet helemaal. Kun je me uitleggen wat dan het verschil is? Dus welke soort opleiding zou dan meer gewaardeerd moeten worden dan een ander soort opleiding? Ben ik wel benieuwd naar. Daar kan ik eigenlijk niet een goed antwoord op geven. Omdat dat dus heel erg wisselend is. Maar ik denk dat als je tegen jongeren gaat zeggen van, nou, jij bent 19 en jij bent 20. Jullie doen precies dezelfde stage. Je zit bij elkaar in de klas. Maar jij krijgt misschien €200 per maand meer, alleen omdat je 20 bent. Ik denk dat het logischer is om dan te gaan vergoeden op basis van de opleiding die je doet en de plek waar je in zit als het gaat om je leerproces. Dan wordt het heel selectief, terwijl leeftijd. Maar waarom? Hoezo selectief? Nou ja, omdat je namelijk zou zeggen, dus als je de opleiding, ik noem maar iets, juridische dienstverlening doet, dan kun je een hogere stagevergoeding krijgen dan als je de kinderopvangopleiding doet. En dit is dus waar het ingewikkeld wordt. Daarom zei ik ook aan het begin van. Dus zou ik er bij wegblijven? Maar dan dat weet ik niet. Want als je op WO-niveau doet, dat je dan meer geld zou krijgen dan als je het op MBO-niveau doet. Nee, kijk, wat mij betreft moet inderdaad, net zoals in Amsterdam, MBO, HBO, WO gelijk vergoed gaan worden. Maar wat ik aan het begin zei is, het is heel moeilijk om een minimale stagevergoeding vast te leggen. Mm-hmm. Omdat elke opleiding anders is, de verantwoordelijkheden die je krijgt bij je opleiding anders zijn. En daar zou wat mij betreft naar gekeken moeten worden. Dus welke verantwoordelijkheden krijg je op het moment dat je stage loopt? En op basis daarvan een vergoeding. Ja. En wij als vakbond zitten inderdaad aan cao-tafels en daarin proberen we zoveel mogelijk afspraken te maken als het gaat om stagevergoedingen. Maar daarin is wel de politiek nodig om daar in één klap korte metten mee te maken. Want anders moet je bij elke cao-onderhandeling een gevecht gaan voeren daarover. Dus daar heb je bijvoorbeeld een gemeente, maar zeker ook de landelijke politiek en misschien zelfs Europese richtlijnen bij nodig om dat gewoon gelijk te trekken. Ja. Nou, jullie adviseren de landelijke politiek. Wat was jullie advies over minimale vergoedingen? Wij zijn sowieso voor minimale vergoedingen, maar hoe dat precies zit. En we hebben er wel over nagedacht, alleen het wordt gewoon ingewikkeld. Wat jullie nu eigenlijk ook uitleggen. Dus daarin hebben we gezegd van, nou ja, sowieso is het belangrijk dat die vergoedingen komen. Esmee heeft volgens mij heel duidelijk uitgelegd waarom. Dus dat is zeker geen vraag. Hoe dat precies wordt, zeggen wij als onderwijsraad, dat moet echt bij mensen zoals de FNV dus eigenlijk beroepspraktijk en het onderwijsveld, om dat samen uit te zoeken en de studenten ook, hoe je dat de beste vorm kan geven. Daar hebben wij geen uitspraken over gedaan. Maar even advocaat van de duivel, we hebben nu over €1.000 bijvoorbeeld voor iemand van 24. Ik weet niet of jullie de huurprijs in Amsterdam weten, dat is vaak hoger dan €1.000. Hoe komen studenten überhaupt rond? Dat is ook een beetje mijn vraag, want ze komen bijna niet rond. Ze moeten dus ook dit naast een opleiding doen. Ze doen dan 40 uur in de week stage lopen. Soms denk ik, is er überhaupt een oplossing? Misschien klinkt dat heel donker, maar aan de andere kant denk ik ook, het is ook best wel veel. Nee, daar ben ik het mee eens. Het ingewikkelde is net volgens mij ook als jullie onderzoek naar voren gekomen. Soms moet je ook je bijbaantje opgeven om stage te kunnen lopen. Dus je zult daar iets van een compensatie voor moeten treffen. Maar dat neemt niet weg dat je soms ook ziet dat stagiaires naast de stage ook gewoon nog een bijbaantje hebben. Omdat je dat is natuurlijk wel heel persoonlijk. Maar als je 40 uur stage loopt, wordt er naast werken best ingewikkeld. Ja. Dus ik ben ook niet voor 40-urige stages. Maar je moet gewoon. Nou ja, het is eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je je onderwijstijd die je normaal in de schoolbanken hebt, gedurende je stageperiode stage loopt. Want ook als je gewoon onderwijs hebt, heb je vaak ook nog een bijbaan daarnaast. Dus het moet. En kijk, en op het moment dat je een goede begeleiding hebt, ben je ook niet keihard aan het werk zoals in de kinderopvang, maar dan ben je gewoon aan het leren. Ja. En leren is toch anders dan dat je echt de eindverantwoordelijkheid draagt. Want bij je bijbaantje kun je wellicht wel de eindverantwoordelijkheid dragen, omdat je dan gewoon aan het werk bent. Nou, en volgens mij moeten we het daarin gaan zoeken, is dat een stage is ook echt bedoeld als een stage. Ja. En het is geen werk. Maar je moet soms wel minder gaan werken. Omdat je namelijk gewoon minder tijd hebt. Dus die stage, blijven benaderen als een stage, is volgens mij belangrijk. Ja, maar er zijn ook maar 40 uur. Er zijn ook maar zoveel uren in de week. Dus als ik al 40 uur stage loop daarnaast. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar ik snap het. Maar als je 40 uur daarvoor onderwijs had, dan heb je daarnaast ook nog een bijbaan gehad. Dus het mag. Het mag niet zo zijn dat op het moment dat je stage gaat lopen, dat je ook veel meer onderwijs aan het geven. Want het is gewoon onderdeel van je opleiding. Ja. En daarnaast maar dan moet die 40 uur misschien omlaag, bijvoorbeeld. Dat is precies wat ik kan zeggen. Dus als jij in de week 30 lesuren had en je moet de helft daarvan stage lopen, dan ga je dus 15 uur stage lopen. En dat is volgens mij wat de onderwijsraad zegt. Ja. Het is gewoon onderwijs. Ja, ik snap het. Ja.
Nou, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nou, dank je wel. Nou, en nog even toevoegen dat... Amsterdam heeft natuurlijk hele hoge huurprijzen... maar we hebben een wethouder van Amsterdam. Je kan niet alles bij het onderwijs neerleggen. Nee. Dus, nou, dat zeg ik ook niet. Ja, maar dat is wel belangrijk om... Dus de studenten hebben het zwaar en komen niet rond... Zeker, en daar moeten we aandacht voor hebben en daar moeten we oplossingen voor vinden. Maar dat moet niet per se middels een stagevergoeding de oplossing zijn. Nee. Een stagevergoeding zal niet alle problemen oplossen waar jongeren tegenaan lopen. Want als je kijkt naar het bredere perspectief van uitdagingen waar jongeren tegenaan lopen, kom je terecht op een geflexibiliseerde arbeidsmarkt, oververtegenwoordigd in de particuliere huursector, hoge studieschulden. Maar je kunt zeker door middel van stagevergoedingen wel echt iets betekenen als het gaat om de financiële positie van jongeren. Want je ziet gewoon, nou ja, als je mijlpalen al aan het uitstellen bent, dus later uit huis uit, later een eerste vast contract, later kinderen krijgen, dat komt omdat die financiële basis niet in orde is. Nou ja, en als je dus een bijbaan moet opzeggen of jezelf in de schulden moet steken omdat je stage moet lopen, dan is dat op zijn zacht gezegd geen helpende factor. Nee. Dus je kunt er wel degelijk iets mee in betekenen. Ja, dan wil ik je heel graag bedanken. Ik ook heel graag samenwerkingspartner FNV bedanken voor dit gesprek, van Young & United, ik moet het goed zeggen, voor de samenwerking. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer aan de balie. Dank jullie wel. Ja, ook bedankt. Dank je.